Ja, je kunt het van alle kanten bekijken, maar er moet een keer iets gebeuren in Beuningen. De Lage Polder is al ruim 50 jaar het dorpshuis van Beuningen. De Vereniging voor Senioren vindt dat er wel wat aan het dorpshuis mag gebeuren. Ze schreven daarom een open brief naar politieke partijen in de gemeente met een voorstel voor nieuwbouw. Als je kijkt naar de andere dorpen, zoals bijvoorbeeld de Kloosterhof in Weurt, het Hart in Ewijk en de Paulus in Winsen, dat zijn prachtige locaties. Die zijn de laatste jaren ook gebouwd door de gemeente, financieel ondersteund. En ja, wij komen er in Beuningen heel bekaaid vanaf. Wij zijn de grootste kern met ruim 15.000 inwoners. Je kunt het van alle kanten bekijken, maar er moet een keer iets gebeuren in Beuningen. Als je kijkt naar het dorpshuis, ja, dat voldoet niet meer aan de huidige eisen van de tijd. De Lage Polder werd al eerder verbouwd, maar volgens Peperzak was er eigenlijk te weinig geld om het goed te doen. Je ziet dat nu dus ook terug. We hebben ruimtes die helemaal geen daglicht hebben. We hebben een atelier, daar zit een bovenlicht in, verder ook geen direct licht. En verder het aantal ruimtes is heel beperkt. Dus wij lopen gewoon ook als vereniging vast met het huren van ruimte. En wij willen bijvoorbeeld een cursus bridge gaan geven. En we hebben overleg met de Lage Polder. Maar er is alleen op, ik meen zaterdagavond of vrijdagavond, dat durf ik niet te zeggen, ruimte om een cursus te geven. En de rest is vol. Volgens Peperzak is de nieuwbouw niet alleen belangrijk voor senioren, maar ook voor de andere verenigingen in Beuningen. Sinds 2016 zit hier de bibliotheek in en het Rode Kruis. Die zijn daar ingekomen. Maar er zijn ook heel veel andere verenigingen nog. Hè? Bijvoorbeeld Kunst en Verharding. Dansschool zit erin. Het is ook voor het verenigingsleven in Beuningen verschrikkelijk belangrijk dat er gewoon een goede accommodatie beschikbaar is. Het bestuur van de Lage Polder is op de hoogte van de brief, zo laat zij in een reactie weten. Maar wil op dit moment geen uitlatingen doen over de inhoud ervan.